leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een... Ik zie er hier al staan. What in my bag / school bag. Het verschilt een beetje, maar als ik niet naar school ga, heb ik de boeken niet in mijn tas en de rest wel. En andersom natuurlijk ook. Dus ik zou zeggen, laat maar heel gauw beginnen. Ik ga deze video proberen te doen zonder er iets in te knippen. Wat betekent aan één stuk door. Dus ik zou zeggen, let's go en hopelijk gaat het goed. Dit is de tas die ik de laatste tijd meeneem. Deze tas is van de Primark. Ik heb deze in het okergeel gehad, in het groen, in het roze. En ik zag deze kleur laatst en ik dacht, wat, die moet ik meenemen. Deze print en kleuren zijn zo leuk en het zijn ook best simpel. Maar ik vond het wel heel erg top. Dus die heb ik meegenomen en die gebruik ik ook heel erg veel voor school. Ik vind het heerlijk om gewoon lekker zo'n grote tas mee te nemen, wat gewoon één vak is waar je alles in kan gooien. Mocht je trouwens geluidjes op de achtergrond horen, ik zit beneden in de woonkamer, dus wat betekent dat papegaaien kun je ook horen. Ik hoop dat ze niet te veel herrie gaan maken, maar wie weet. Allereerst het ding in mijn tas en eigenlijk hetgene waar ik echt nog steeds mega blij mee ben en wat ik ook echt nodig heb. Als ik dit niet meeneem naar stage of school, dan heb ik echt een groot probleem. Namelijk mijn laptop. Ik heb natuurlijk een andere laptop gehad, een Chromebook van Acer. Maar ik vond de maat heel erg groot en ik was er gewoon niet helemaal happy mee. En toen heb ik deze gekregen, een HP Chromebook. En ik ben hier nog steeds mega, mega, mega blij mee. Hij is lekker klein en ik heb hier voor de leuk met twee schattige stickertjes opgeplakt. Hier met de naam Brooklyn en hier een leuk aapje. Maar ja, het werkt gewoon heel erg goed. Hij is lekker compact, hij is lekker klein. Ik heb hem soms wel in de hoes en soms niet in de hoes. Vaak vind ik het toch wel fijn om hem gewoon lekker zo op mijn tas te hebben. Dan kan ik hem gewoon gelijk pakken. Want ik gebruik hem best heel erg veel. Dus ja, dat is vaak gewoon wel heel erg fijn om dat te doen. Het volgende wat ik in mijn tas heb zitten is mijn map. En dan zou je misschien denken, je hebt vrij weinig bij je. Ik heb geen boeken, dat gaat allemaal op mijn laptop. Dus dat is wel heel erg fijn. Maar ik heb wel dit bij me. Deze bij de Action vandaan. Dit is een soort binder. Hier zit ook een binder clip aan de voorkant waar je papieren tussen kan doen. Wat ik eigenlijk nooit doe. Er staat op Notes of a Genius. Superleuk. En wat hier eigenlijk allemaal in zit is ja, niet heel erg mega veel bijzonders. Ik heb hier, het zijn gewoon twee insteekvakken. Een grote en een kleine. Ik heb hier met mijn langbereikte papieren. Een schrift. Als ik nog dingen moet opschrijven. Want natuurlijk, ik doe heel veel in Word. Maar het is natuurlijk ook fijn om dingen met de hand op te schrijven. Heb ik hier mijn, dit blauwe schriftje is mijn feedback schriftje voor stage. Ik heb hier mijn handelingenboekje voor stage. Dat is eigenlijk wat ik aan papieren dingen mee heb naar school. Het is vrij weinig. Ik doe alles op mijn laptop. En ergens is het ook wel fijn. Maar ergens vind ik het ook wel weer jammer dat ik dit alleen maar aan papieren bij me heb. En voor de rest ja, gewoon bijna niet meer schrijf. Dus dat vind ik wel een klein minpuntje. Maar ja, we kunnen er niks aan veranderen. Ik stop deze terug in de tas en dan gaan we door naar het volgende. En dat is een etui. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb jarenlang geen etui gebruikt. Vaak deed ik gewoon een pen en een potlood en een kleurtje in mijn tas en that's it. Maar ik heb nu wel echt gewoon allemaal pennen en kleurtjes bij me. Want ik merk dat het gewoon wel veel en veel fijner is. En ik heb hier aan, zoals je ziet, een extra paar oortjes in mijn in mijn etui zitten. Spreekt eigenlijk voor zich. Ik heb hier pennen, potloden, highlighters, stabilo markers, zeg, noem het maar op van alles. Dan gaan we door met natuurlijk, als ik tussen de honger krijg, een snack. Ik heb vaak een chocolade, kan je bij met dit chocolade. Of een stukje fruit, het kan natuurlijk zijn een banaan of een appel. Ligt er een beetje aan wat in die dag in huis is en waar ik zin heb om mee te nemen. Soms vergeet ik het ook, dus daarom heb ik eigenlijk altijd wel een koek in mijn tas zitten. En natuurlijk, wat er nu niet in zit en wat ik altijd bij me heb, is natuurlijk wel gewoon je lunch. Waar ik dus gewoon mee bedoel, eten en gewoon een flesje water of een flesje sap. Dat zit er nu niet in, maar dat heb ik wel altijd bij me. Dan gaan we door naar dit leuke tasje. En dit leuke tasje heb ik pas gekocht bij de Primark. En als je goed kan kijken, staan er allemaal kleine kaas op. Dus dat vind ik super leuk. En het is ook een, hier zit ook een K. Ik vind hem super, super tof. Dus die heb ik meegenomen. Wat ik hier eigenlijk allemaal in heb zitten. Ik ga het gewoon even snel doorlopen. Ik heb mijn portemonneetje hierin zitten nu. Die stop ik normaal gewoon in mijn tas. Dat doen we nu ook. Ik
Ik heb hier mijn sleutels. Ik heb een tasjesluchtje. Ik heb hier het meenpaar oortjes. Deze heb ik eigenlijk gebruikt altijd. Ik heb hierin zitten een doosje met smints. Het is gewoon lekker om af en toe eens lekker een smintje te nemen. Ik heb een pakje zakdoeken. Ik heb een lipkleurtje. Deze is trouwens van de Primark en het is super leuk. Ik heb mijn Temple Cold tabletjes voor mijn darmen en voor mijn buik als ik niet zo lekker ben. Dan heb ik een lipgloss, dit is een bal waar je gewoon lekker mee kan smeren. En natuurlijk wat er ook bij hoort, maatverband. En ik heb wetties in mijn tas. Dat is soms wel eens handig, je weet niet wat je aanraakt op stage of op school of waar dan ook. Dus als je dan eens wat vochtige doekjes bij je kan hebben, is dat best wel heel erg fijn. Dat is eigenlijk wat hierin zit. Niet heel vrij veel, maar wel de dingen die ik eigenlijk wel dagelijks nodig heb of gebruik. Dan heb ik nog één ding hierin zitten. En dat is natuurlijk het belangrijkste wat ik nooit kan vergeten. En dat is mijn telefoon. Ik heb de Samsung J4 Plus in het goud. En zoals je ziet was ik net een boek aan het lezen. Dit is het boek van Study with Jess. Superleuk boek. Maar ik heb dus de Samsung J4 Plus en ik ben hier nog steeds mega blij mee. Als je mijn vlogs kijkt, dan weet je dat ik dagelijks met hoesjes ga. Dat is echt niet normaal. Ik heb nu bijvoorbeeld dit hoesje erom en over een paar uur dan heb ik weer een andere. Dat is echt niet te doen, maar ik vind het gewoon super leuk om allemaal verschillende hoesjes te hebben. Daar kan ik misschien nog wel een keer een video over maken, wat voor hoesjes ik allemaal heb. Want we hebben echt een mega lange video. Dit is dus mijn telefoon. En dat is eigenlijk alles wat er in mijn tas zit. Voor stage, voor school. Maar als ik natuurlijk geen school heb, dan gaan mijn laptop en de map eruit. En voor de rest alles er gewoon in zitten. Dit is dus alles wat ik in mijn tas heb zitten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe deze video een blauw duimpje omhoog als je hem leuk vond. En ja, laat in de reacties achter wat je echt niet kan missen in je schooltas. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Natuurlijk gaan de meesten reageren op mijn telefoon. Maar als je die even weg moet laten, wat zou jij dan absoluut in je tas moeten hebben als je naar school, naar je werk of naar stage gaat? Let me know in de reacties en dan zie ik jou heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!